Een algemene vraag. Hoe is het om burgemeester te zijn in deze tijd, in de coronatijd? Ja, het is heel bijzonder, want het is natuurlijk toch echt een crisis waarvan je ja, niet echt had kunnen denken dat je die ooit had meegemaakt. Eigenlijk, je loopt de hele tijd te kijken wat kun je eigenlijk hier doen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je in de stad een optimisme houdt of iets van een soort spirit houdt van jongens, we doen het met elkaar en we komen met elkaar doorheen. Je bent ook heel erg afhankelijk van ja, datgene wat er door ziekenhuizen, mensen in de zorg, thuiszorg, et cetera, allemaal gedaan wordt. Die mensen die echt gewoon keihard werken. Ja, die moet je ook de ruimte geven om dat te gaan doen. Je ziet ook dat je op een gegeven moment moet nadenken over ja, wat betekent het voor je stad, wat betekent het voor je binnenstad bijvoorbeeld. Hè, waar natuurlijk de horeca een belangrijke stempel drukt op de binnenstad. Ga je dan ook met die horeca in gesprek om te gaan kijken hoe komen we hier doorheen. Dat zijn eigenlijk die verschillende facetten van je bent enerzijds een soort toch ook een beetje een soort persoon waar, ja, wat je, ja, laat ik zeggen, waar je hoopt van dat je mensen een beetje saamhorigheid, hoop geeft, et cetera. Zorgen dat mensen hun werk kunnen blijven doen. Maar ook met partijen al aan nadenken over wat doen we nu om mensen door de crisis heen te krijgen. En wat doe je nu dadelijk na de crisis. Je moet eigenlijk ook een klein beetje af van die focus en die nadruk op veiligheid. Maar het gaat nu niet meer om veiligheid, het gaat langzaam zeker om wederopbouw. Ja, maar daar speelt een burgemeester toch ook een grote rol in? Er speelt een burgemeester ook een grote rol in. Maar even, ik zeg, ik zie gemeenten waar alleen de burgemeester aan zet is. Wij hebben er bewust voor gekozen. Omdat het namelijk gaat om een crisis waar iedereen wordt geraakt en waar de hele stad ook wordt geraakt. We hebben nadrukkelijk gekozen hier in Breda voor een structuur of een aanpak waarin de wethouders gewoon hun inhoudelijke verantwoordelijkheid blijven nemen. Het is niet omdat het een crisis is ineens een vraag, een stuk van alleen de burgemeester. Nee, als het gaat over ondersteuning van de ondernemers, is het gewoon de wethouder van Economische Zaken, die daar weliswaar al klankboord wellicht met mij, maar hij erover gaat. Als het gaat over de zorg, dan is het gewoon de wethouder van zorg die daar, laat ik zeggen, inhoudelijk over gaat. We zijn ook bezig met in het kader van de grote steden, de G40, waar ik voorzitter van ben, na te denken over jongens die het een of ander. Dit is een gezondheidscrisis die heel veel verdriet veroorzaakt, heel veel zorgen met mensen meebrengt. Maar hou ook rekening met de effecten die crisis heeft, die de gezondheidscrisis heeft, op de economie. De effecten die gezondheidscrisis heeft op, wij noemen het maatschappelijk middenveld, maar alle sporten en culturele organisaties die ineens het fundament onder een organisatie hebben zien wegvallen. Ook daar moet je mee bezig zijn. En ik vind het heel erg goed dat de gemeenteraad van Breda daar ook actief bij betrokken is. Ja, dus het geeft toch een beetje een wat hoop. Ja. Het feit dat er vooruit wordt gekeken. Je moet altijd vooruit kijken. En een van de belangrijkste lessen altijd is van denk na over enerzijds het verdriet wat mensen nu hebben. Want er zijn veel mensen met verdriet, veel mensen met zorgen. Letterlijk verdriet, omdat je je naaste ziet lijden of je het naaste bent kwijtgeraakt. Je hebt ook geen afscheid kunnen nemen op een manier wat je graag had gewild. Allemaal heel verdrietig. Je hebt heel veel mensen die verdrietig zijn om het feit, je zult maar 6 weken geleden, stond er nog hostend op de markt. Het idee, ik heb een zaak die prima loopt en van het ene op het andere moment, zonder dat je er zelf iets aan hebt kunnen doen, is die omzet van dat bedrijf helemaal gekelderd? Of je hebt de zaak moeten dichtdoen binnen een half uur tijd, omdat het kabinet besloot dat de horeca om 17:30 besloot dat de horeca om 18:00 dicht moet. Dat zijn allemaal dingen die zorgen voor verdriet, zorg, et cetera. Dat is de ene kant. Dat moet je goed, laat ik zeggen, een plek geven. Dan moet je een open oor voor hebben. Moet je een luisterend oor voor hebben. Moet je een digitale schouder voor hebben. Want tegenwoordig kan je natuurlijk niet meer een echte schouder, maar moet je bijna een digitale schouder voor hebben om daar steun aan te geven, saamhorigheid te creëren. Maar er zit ook een andere kant. En die andere kant is, en hoe gaan we er nou, als we uit deze crisis komen of door deze crisis heen komen, hoe gaan we dat dan organiseren? Ja. Hoe gaan we onze samenleving opnieuw inrichten? Die anderhalve meter economie, samenleving waar iedereen het over heeft. Wat betekent dat? Als je je horeca weer open kan gaan, wat betekent dat dan als je dat wil inrichten op een manier waar mensen zich ook veilig voelen, waarin mensen het idee hebben, ik kan niet zo'n virus oplopen. Daar moet je nu over nadenken. Ja, het is een mix van korte termijn en lange termijn. Daar vroeg ik me ook af, Pasen, daar zijn allemaal maatregelen, maar de Ramadan komt eraan. Ja. Zijn jullie daar al mee bezig?
We hebben gezegd, we moeten daar ook over in gesprek met de moskee besturen, om te zorgen dat we goed kijken over hoe dat gaat. Maar ja, voor de Ramadan geldt hetzelfde als voor Pasen. De richtlijnen en de noodverordening, ja, die gelden voor iedereen. Die gelden ook ten tijde van de Ramadan. Wat kan Breda nu, wat ook urgent is, zijn de verpleeghuizen. Wat kan de gemeente Breda doen voor de verpleeghuizen? Ja, wat we als voor de verpleeghuizen kunnen doen, is ervoor zorgen dat er goed materiaal is. Dus dat we daar ook aandacht voor besteden. Want iedereen, dat hoor ik ook wel eens, een kleine irritatie bij mensen die in de verzorgingshuizen werken of op andere plekken werken, of verpleeghuizen werken, dat ze zeggen van ja, je eigenlijk alleen maar aandacht voor het Amfia. Terwijl wij toch ook in een kwetsbare groep zitten. Nou, dat zien we ook. En daar moeten we ervoor zorgen dat zij ook voldoende materiaal hebben. Ja. Zorg ook dat er voldoende capaciteit is om na te denken over waar kunnen we mensen die eventueel ziek worden, hoe kunnen we die het best verzorgen. En dat gebeurt ook in regionaal verband. En wethouder Haag is er ook druk mee bezig om na te denken over hoe kunnen we de zorginstellingen eigenlijk helpen om niet in capaciteitsproblemen te komen, omdat je natuurlijk toch op een andere manier je zorg in moet richten dan je normaal zou kunnen doen voor de ouderen. Maar heel praktisch, kan een gemeente, bestelt die dan de mondkapjes of bemiddelt die? En zorg dat je daar ook goede afspraken over maakt. Er is een speciaal overleg opgezet ook voor alle partners in de niet-acute zorg, zoals dat dan zo netjes heet. Hè. Je hebt acute zorg, zijn de ziekenhuizen en voor gedeelte de huisartsen. Niet-acute zorg is verpleeghuizen en dergelijke. Ja, breng die bij elkaar, kijk even waar er behoefte bestaat, want één ding is echt ook duidelijk. Naast de ziekenhuizen heeft hygiëne, materiaal, bescherming op die plek echt wel enorm hele grote waarde. En dat is heel erg belangrijk, want we zien het ook dat als het eenmaal misgaat in een verpleeghuis en de infectie, of het virus liever gezegd, het verpleeghuis binnen te komen, dan kan het ook heel... Maar dat wisten we toch al? Het is toch apart dat we dan nu wakker geschud worden? Ja, we wisten het allemaal, maar tegelijkertijd wisten we ook allemaal, gingen we toch ook allemaal dan gewoon langs bij opa en oma en hadden we niet het idee dat de verpleeghuizen dicht deden. In de verpleeghuizen nog steeds? Nee, nu wel, maar toch 6 weken geleden niet. In die 6 weken. Ja, maar daar zijn we ook allemaal druk mee bezig. Ja. Dus, ik vroeg me ook af, het stadhuis, of de gemeente, hè? Nee. Wat gaat door en wat ligt er stil? Ja, dat zijn we natuurlijk goed aan het kijken. Een aantal dingen gaan versneld door. Kijk, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de mensen die de broodregeling hebben aangevraagd, of de TOZO, dus een speciale regeling voor ondernemers die in de problemen komen. Ja, er zijn alleen de afgelopen paar weken 3500 aanvragen binnengekomen. Dan weet je dus dat je dat, en dat, die willen we het liefst binnen 2 weken allemaal hebben beoordeeld. Dat betekent natuurlijk een enorme hoeveelheid werk die daarvoor uitgevoerd moet worden. Dat betekent dus dat op die plekken, hetzelfde geldt voor de instroombijstand, et cetera, op die plek heb je heel veel mensen die keihard aan het werken zijn. Dus ook daarvoor heel veel waardering. Er zijn andere plekken waar je dan tot de conclusie komt, ja, wacht even, is het wel verstandig om op deze lijn door te gaan? Want is de wereld niet iets anders uit? Is de wereld niet veranderd in vergelijking met 7 weken geleden? Waardoor je op een gegeven moment zegt, ja, een voorbeeld wat het meest concreet is, kunt zeggen, is ja, de horeca. We hadden een horecanota. Bijna klaar om met de raad te bespreken, et cetera. Ja, is het nou nog verstandig om dat met de kennis die we nu hebben over hoe de horeca er nu voor staat, die nota die 7 weken geleden misschien nog heel actueel was, nu met de raad te bespreken? Hetzelfde geldt natuurlijk bij ons over het toezicht. Ja, toezicht gaan we niet meer in de horeca op dit moment inzetten. Die moeten we op andere plekken inzetten. Zo zie je dat je dat ook verschuift. Tegelijkertijd zeggen we ook op een aantal plekken gaat de business as usual gaat gewoon door. Afval, stoffen, afval gaat gewoon de dienstverlening, maar ook voor bestemmingsplannen maken. Yeah. Ook dat hoeft niet te wachten, maar kijk ook naar, ja, als je een kind hebt wat aangegeven moet worden, ja, daar hoef je niet voor te wachten. Nee. Er is nog steeds mogelijkheid om hier
op stadhuis. Het kind aangeven omdat het geboren is, hè? Niet omdat het iets stouts heeft. Nee, sorry. Nee. Als je in de blijde dat je vader of moeder bent geworden, kun je je kind nog steeds aangeven. Ja. Je kunt nog steeds je rijbewijs halen. Je kunt nog steeds je paspoort. Dat soort dingen. En voor de stad wordt ook nog gezorgd. De stad wordt ook nog gezorgd. En de mensen van de afvalservice halen ook nog steeds. Want dat is waar iedereen dacht. Sommige Napels. Maar sommige dingen lopen ook weer anders dan je had, van tevoren. In het nadenken over een crisis als deze, blijkt de werkelijkheid toch altijd wel weer anders zijn. Wat was er in dat soort crisis altijd, als je niet dan ging trainen, altijd kreeg heel veel aandacht. Namelijk het feit dat bijvoorbeeld er onvoldoende mensen van afvalservice zouden zijn, waardoor er situaties zouden ontstaan dat het vuil op straat blijft staan. Of dat je onvoldoende politieagenten zou hebben, et cetera. Continuïteit van de vitale sectoren noemen ze dat dan altijd. En hoe ga je daarmee om? Geen enkel probleem. Dat kunnen we aan. Ja, en bij dit virus zie je ook op een gegeven moment dat die groepen, eigenlijk relatief, die leeftijdscategorie ook relatief weinig ziek worden. En als ziek worden is dat maar tijdelijk. Aan de andere kant heb ik in die crisistrainingen nooit geleerd en nooit ervaren dat je op een gegeven moment zegt van, wacht even. Maar dat betekent dat scholen dichtgaan, bedrijven massaal worden gesloten, dat je het idee hebt van een anderhalve meter samenleving. Die maatregelen, daar hebben we, zeker in alle eerlijkheid, daar had je van tevoren nooit bedacht. Even wat dat betreft is het ook wel iets. Het is in 7 weken tijd is het volstrekt normaal dat je in een stille stad loopt. Nou, dat had je je nooit kunnen voorstellen. Ja. En ik wil het eigenlijk niet. Ik hoop ook wel snel af te kunnen, want die stad moet bruisen. Maar het is wel, dat leert ook wel weer dat sommige dingen echt in de werkelijkheid weer totaal anders lopen dan in de praktijk. Ja. En dat betekent ook dat je toch constateert, ja luister eens, bij ons in het gemeentehuis, het ziekteverzuim valt heel erg mee. Heel veel zaken gaan dus ook gewoon door. Ja, want dat, om het af te ronden, wordt het ooit weer leuk in Breda? Oh. Je hebt de tijd voor corona, je hebt de tijd na corona. Omdat iedereen door die crisis ook geraakt is. Even het idee, gaan we nog steeds dadelijk weer, alsof er niks aan de hand is geweest, rossen op de markt met z'n allen? Ik weet het niet. Ik denk dat mensen daar wel meer over gaan nadenken. Ik denk dat mensen ook na gaan denken over het feit, stap ik nog zomaar in een vliegtuig waar ik naast iemand opgepropt zit, zonder dat ik weet wie die ander is, et cetera. Ik weet niet, gaan we elkaar nog de handen schudden? Gaan we elkaar nog knuffels geven op straat? Ik weet het niet. Nee, dus van ouds wordt het niet, maar wordt het, leuk? Ja, natuurlijk wordt het wel leuk. Nee, natuurlijk, en daar moet je ook vooral mee bezig zijn. Want even, de stad zal misschien weer iets anders worden dan het van tevoren was, op basis van de ervaring die we nu hebben. Maar de stad is veerkrachtig genoeg, de samenleving is creatief genoeg, de mensen zijn sterk genoeg, de organisaties zijn veerkrachtig genoeg om ervoor te zorgen dat je ook als stad hier weer zeker en vast uit gaat komen. Maar dan moet je wel over nadenken op welke manier doe je dat. En laat ik zeggen, hoe zorg je ervoor dat je dat mensen ook daadwerkelijk in meeneemt. En dan weet ik één ding zeker. Als we als Breda daar nu in voorop gaan lopen, dan is het misschien even wennen. Maar weet ik zeker dat Breda weer die bruisende stad gaat worden die het altijd is geweest. Dankjewel. Graag gedaan.